Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. We zitten hier vandaag live in Roes Comedy Club in Gent. En naast mij improvisator stand-up comedian Stijn Verdegem. Goedenavond. Jawel. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes verteld en dan groei je op en dan stopt dat. En iedereen vindt dat zo spijtig. En daarom deze verhaaltjes voor het slapen gaan voor grote mensen. De niet zo serieuze sprookjes. Stijn, we hebben een titel gekregen. Het wordt een hele moeilijke. Ja. Wat heel onrealistisch is, maar goed, we gaan het proberen. Er was eens een nuttige Vlaams belanger. Maar ja, daar gaan we het mee doen, hè? Ja, nee, dat is wel zoveel nut. Oké. Er was eens, dames en heren, een nuttige Vlaams belanger. Ja, en is... sorry. Hij stond 's morgens op, hè, met zijn rechtsbeen eerst uit bed. En ja, natuurlijk. Hè. En elke dag als hij opstond, wandelde Ludwig eerst naar zijn tuin, waar hij de Vlaamse vlag hees. Ja. Nee, ik weet niet hoe dat... Hij zong de Vlaamse leeuw een stukje, want hij kende niet heel de tekst. Ja. Ook al had hij vroeger bij het VNJ, het VMO, weer die overal had hem bijgezeten, maar de tekst onthouden was nogal moeilijk. Ja. Het enige wat hem echt kon roepen, zonder na te denken, was... Alle vreemdelingen buiten, alle vreemdelingen buiten. Dat kon hem. Maar de rest, nee. Nee. En dan kwam het, hè. Het ontbijt. Ja. De belangrijkste maaltijd van de dag. En natuurlijk, wat deed zo'n Vlaams belanger altijd? Hij koos voor een typisch Vlaams ontbijt. Boerenworst. Boerenworst. met een eikenpij. Ja, van Vlaams genbodem, hè. Ja. Af en toe ook een kommetje melk, maar dat hem dan... Cornflakes in de, want volgens hem was dat ook Nederlands. En met verse appelsiensap natuurlijk, kan niet ontbreken. Want appelsine, dat groeit zo weelderig in deze Vlaamse tuinen. Ook zijn appelsine confituur had hem niet echt over nagedacht. Nee. Hij dronk ook graag een tasje koffie, Ethiopische blend. Want hij dacht dat Ethiopië een restaurantje was. Ethiopië. Ah ja? Ah, ja, dat is dat restaurantje in Limburg. Ja, in de Limburg. Hij was zo overtuigd dat Ethiopische blend Belgische koffie was. Ja. En na zijn ontbijt moest hij natuurlijk naar zijn werk. Hè. Maar het was vandaag natuurlijk een hoogdag. Want hij had de voormiddag vrij afgekregen om naar de vergadering te gaan van... Het Vlaams Belang Partijbureau waar hij woonde. Wan, feestje. Ja. Hij ontmoette mensen van hetzelfde gedachtegoed. Ja. Ze kwamen bijeen, groeten elkaar altijd met Nederlandse woorden als... Hi. Hey. Hey. How you doing? What's up? What's up? Ja, zo heet dat dan. Ja, ja. Het taalactiecomité moest daar nooit ingrijpen. En deze dag stond er maar één punt op de vergaderingslijst. Ja. Wat is er nu eigenlijk nuttig aan u? Aan... Wat is er nuttig aan ons? Ons Vlaams Belang. Ja, ik dacht dat alleen hij was, maar allee, uiteindelijk bleek het toch om het... Het ging eigenlijk het allemaal grote... over Ludwig, maar ze konden het niet zo recht in zijn face zeggen, zoals zij zeiden. Ja, ja. Want het woord gezicht was nog niet bij hem opgekomen. Ze konden hem niet straight in the face zeggen. Ah. Dus hadden ze er het ons van gemaakt. Ja, dus de partijvoorzitter. Ga naar voren. Iemand, dat is een Griek. Dus zijn voorouders kwamen van Griekenland. En toch was hij zo Vlaams dat ze hem verkozen hadden als partijvoorzitter. En die gaat naar voren en zegt, oké, wat is er nuttig aan ons? Begin maar te roepen. Betere voetpaden. Lekkerder eten. Ah ja, ah ja. En al de vreemdelingen buiten, natuurlijk. Ja, ja. Want daar staan wij voor. Ja. En dan ging iets persoonlijker. Ludwig, als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou jouw belangrijkste punt zijn? Waar zou jij persoonlijk voor kunnen zorgen, Ludwig?
Wel, hè, dat alle nachtwinkels en dagwinkels uitgebouwd worden door Belgen. Auw, werd er geroepen uit de zaal. Niemand van de Vlaams Belangers wou s'avonds werken. Ja. In een nachtwinkel. Niemand wou dat. Wacht, riep Ludwig. Ik heb nog een idee. Dat alle vuilnismannen, alle kutjopjes ook gedaan worden door alleen maar Vlamingen. Auw, wederom, riep de zaal. Auw. Nee, dat willen wij niet. Wij willen niet die kutjopjes. Wij willen de goede jobs voor de Vlamingen. Die kutjopjes moeten door andere mensen. Ja, maar zei Ludwig, door wie dan? Ja, en de partijvoorzitter wist het ook niet goed meer. En hij zei van Ludwig? Als we geen vreemdelingen hebben voor de kutjopjes, wie moeten we dan de kutjopjes laten doen? En hij zei van Ludwig, waarom doet het niet zelf? En Ludwig had een epiphany, zoals hij het zelf noemde. Hij zei, ja, dat is inderdaad iets wat ik kan doen. Ik kan alle kutjopjes doen, want ik heb toch geen diploma. Zoals alle anderen hier in de zaal, trouwens. Dus hij ging met een goed gevoel naar huis, want hij voelde zich nuttig. En daarmee brak er een nieuwe dag aan. En hij stond op, hij deed zijn vuilnismankostuum aan. En hij begon te werken. En hij merkte dat al zijn collega's Ali heten. En Baba. En Mohammed. En hij dacht, dit zijn ook allemaal Vlaams Belangers die nu allemaal nuttige jobs doen. En zo gebeurde het dat Ludwig door te werken met vreemdelingen hij niet meer zag als vreemdeling. Maar echt luid op begon te zeggen, wel Ali, jij bent de schunste Vlaming dat ik ooit heb leren kennen. Salam alaikum, my friend. Salam alaikum. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je op het Vlaams Belang stemt, je op een bende achterlijke Mongolen stemt. Slaap lekker en je kunt mij altijd trashen op Facebook, beste Vlaams Belangen. Slaap lekker. Stijn Verdegem.